We houden ook vooral de ingang op de parkeerplaats in de gaten. Net ook komen mensen voorzichtig naar je toe van mogen we nog wel het bos in? Ja, natuurlijk zijn de terreinen zijn nog opengesteld, daar gaat het niet om. Maar als het maar wel op locaties is waar je ruim voldoende afstand van elkaar kunt houden en elkaar niet daar niet meer bij je hindert. Ik had nog wel wat meer mensen verwacht eigenlijk, ook omdat het lekker weer is, zeg maar. Maar nee, het is best vrij rustig, zeg maar. Ik ben hier veel mensen tegengekomen in ieder geval. Ik vind niet dat het echt zo druk is dat het normaal altijd is met dit weer. Dus dat merk je wel. Ja, er zijn weinig mensen nu. Dus niet, ik hoorde vorige week dat het erg druk was. Maar... Ja, we hebben er over nagedacht. Maar en ik denk, moet ook als het een beweging als het hebben. Druk wordt, dan blijven we binnen zitten. Dus, of tenminste hadden we niet besloten om hier naar buiten te gaan. Dus. Nee, dan hadden we gewoon omgedraaid. Ja. Want het is rustig, dus dan is het goed. Hou 1,5 meter afstand. En ja, ik vind het ook lastig om de hele dag thuis te blijven. En ja, ik werk ook bij een supermarkt. Dus ja, uiteindelijk kom je toch wel in contact. Ja, het zijn een beetje stomme excuses. Maar ja, goed, uiteindelijk wil je toch graag even naar buiten. Even, ja, frisse neus en zo. En de mensen die ik tegenkom, die houden gewoon afstand, zeg maar. Dus we gaan niet echt kriskras naast elkaar lopen, zeg maar. We gaan wel een beetje afstand houden, zeg maar. Dus. En zolang het rustig is, is het goed. Ik denk dat heel veel mensen naar dezelfde... Juist allemaal naar dezelfde plek gaan en ik denk dat ze daar een beetje mee op moeten letten. Het bos best groot is, dus je kunt best naar stukken toe waar het niet zo druk is.